Hallo mensen, mijn naam is de MadLuigi en Minecraft is een van mijn meest favoriete spellen. Het is een van de spellen die ik jarenlang maar door blijf spelen. Ik bedoel, pas geleden hebben we nog een run gedaan in een hele oude versie van Minecraft op Nintendo Switch. Ik ben momenteel bezig met gigantische projecten op mijn eigen Minecraft Let's Play livestream serie. En natuurlijk speel ik ook graag op Minecraft servers. En nu hebben wij eindelijk met de MadLuigi community onze hele eigen Minecraft server. Ja, dat heb je goed gehoord, wij van de MadLuigi community hebben nu tegenwoordig een Minecraft server. Een Minecraft server die ervoor heeft gezorgd dat de Discord server, voornamelijk de community chat, een klein beetje is gaan opleveren. Want mensen zijn de laatste tijd heel erg bezig om een heleboel prachtige dingen te maken op deze server. En dit is natuurlijk niet de allereerste keer dat de MadLuigi een server heeft gehad. We hebben natuurlijk jaar geleden, in de beginjaren van mijn kanaal, een modded Minecraft server gehad. Die toen de tijd werd gehost door Xander. Alleen die is ondertussen weer offline gehaald. Maar nu hebben we deze nieuwe server die momenteel erg levendig is. Want elke dag spelen mensen op deze server. Elke dag zijn mensen dingen aan het bouwen. We hebben heel veel dingen gedaan zoals de Ender Dragon verslaan. We hebben allemaal resources nu hier. En ik dacht dat het een leuk idee was voor deze video om even te showcasen wat mijn kijkers en ik natuurlijk een klein beetje allemaal hebben uitgespookt op deze Minecraft server. Deze server is opgezet en onderhouden door Phoenix Star. En ik heb er voor de rest helemaal niks mee te maken. Hij regelt alles, dus ik heb geen idee hoe het werkt. Dus een grote shout-out naar hem voor het maken van deze wereld. Deze Minecraft-server is in de laatste paar weken erg populair geworden. Mensen komen steeds online, mensen doen allemaal grote builds maken. Mensen zijn bezig met challenges te doen, zoals de Ender Dragon neer te halen. Mensen vinden Netherite, mensen halen zoveel diamonds, ze maken zoveel farms. Het is echt prachtig om te zien. En in deze video wilde ik graag laten zien wat we allemaal hebben gedaan in deze Minecraft server. Wat voor builds zijn er gemaakt? Wat voor dingen hebben mensen gedaan? Hoe ziet de Minecraft server er nu uit? En misschien kunnen we dat in de toekomst vergelijken met hoe de Minecraft server er over een aantal weken er weer uitziet. Ik bedoel, ten eerste aan deze prachtige wereldkaart kan je al zien hoeveel dingen we hier hebben gedaan. Mensen hebben gigantische gebouwen gemaakt. Ze hebben hele bossen geplant. Ik bedoel, dit hier zelf was geen cherry grove biome. Dat hebben we gewoon allemaal bomen weggehaald en hier neergezet. We hebben farms gebouwd. Er is zoveel hier gebeurd. En het leek mij een leuk idee om dat allemaal te showcase en vast te leggen in een video. En misschien over een tijdje, wanneer we een update over deze server kunnen doen met een nieuwe video, kunnen we kijken, hey, wat zijn de dingen die veranderd zijn aan de server? Nou, aangezien ik een van de moderators ben, betekent dat dat ik gewoon dingen kan doen zoals rondvliegen. En zodra je aan het rondvliegen bent, kan je al zien wat voor bijzondere dingen hier allemaal zijn gemaakt. En ik wil alle huisjes en alle dingen die zijn gebouwd eventjes rondgaan om te kijken van, hé, wat hebben mensen nou echt hier gedaan? En wat voor gigantische projecten hebben wij zoveel tijd in gestoken? Want ik ga niet liegen. Mensen zijn een heel stuk actiever op deze server dan ik had gedacht origineel. Natuurlijk, Phoenix Star heeft deze server, die is deze server aan het hosten. En die kwam met het idee om een Minecraft server voor de MadLuigi te starten. En mensen zijn echt heel actief bezig met het bouwen van dingen. Echt, ik zie soms mensen om 4 uur 's nachts nog wel eens in de Discord server zitten. Met elkaar in een voice call om dit soort dingen te bouwen. Dus dat vind ik heel erg vet. Laten we natuurlijk beginnen met de main hub, want dit is waar je gaat spannen. Dit is waar je de meeste dingen gaat doen. En we hebben hier het huisje van Koen natuurlijk, die deze prachtige server aan het hosten is. Hij heeft natuurlijk gekozen voor wat prachtige Nederlandse houten vloeren. En ondanks dat het niet mijn favoriete kleur hout is, het heeft wel iets. Het heeft wel iets. Maar qua decoratie hebben mensen een heleboel dingen gedaan. Ik bedoel, je hebt simpele huisjes zoals een enchantment huisje hier zo. Maar dan heb je weer wat leukere beelden zoals dit soort tempels eigenlijk een klein beetje. Hier is een van mijn favoriete builds in de server momenteel. Het is gewoon letterlijk een piramide die iemand heeft gebouwd. Ze hebben gewoon eigenlijk een eigen versie van de Desert Temple gemaakt. En die hier neergezet als een eigen huis. Ik vraag me af, als je hier naar beneden gaat, kom je dan ook in een geheime kamer? Ik ben erg benieuwd. Ik vind dat ze deze trap zo vet hebben gedaan. Zoals je kan zien is de onderkant nog niet zo heel veel gebeurd. Maar de mensen hier zijn nog gewoon lekker aan het bouwen. Moeten ze gewoon doen. Ik vind vooral het kleurgebruik van al het hout wat ze hebben gedaan vind ik erg nice. En daar heb je hier de main hub area. En daar hebben ze het van binnen allemaal leuk gedaan. Dit voelt echt alsof het gewoon een tempel is die in Minecraft hoort. Dit voelt echt gewoon als een structure die Minecraft zelf heeft gemaakt. Het is natuurlijk allemaal lekker kleurrijk, want we hebben allemaal soorten bomen gewoon hier geplant om de hub van de server toch een beetje wat meer iconisch te maken. We hebben hier allemaal farms natuurlijk, met allemaal dieren, waar gewoon iedereen een beetje eten kan halen om mee te starten. Daar hebben we ook deze gigantische semi-automatische farm. En de mensen die dit in elkaar hebben gezet, die weten echt veel meer van Minecraft dan ik. Want blijkbaar is het dus mogelijk om, als het goed is, zit hier ergens een knop.
om mee al het water te kunnen laten gaan. En dan kun je al deze crops in één keertje farmen. Ik wil het heel graag laten zien, maar ik weet niet waar de knop zit. Natuurlijk, omdat deze server vol zit met een aantal smerige weeaboos, hebben een paar kijkers, en deze credit gaan naar Nenkers, Tomai en Dylan, hebben een paar kijkers wat mooie anime dingetjes gemaakt. Omdat ik momenteel een groot fan ben van One Piece, is dit mijn favoriete beeld in de server. Dit is gewoon een volledige recreatie van de Going Merry, het schip van de Straw Hats van One Piece. En ik vind dat ze dit echt super vet. De gasten die dit hebben gemaakt hebben gewoon letterlijk blok voor blok een tutorial gevolgd die op YouTube stond om een schip te bouwen. En hebben het veranderd of om de Going Merry te maken. En die hebben het dus helemaal uitgebouwd hier in de server. Hoeveel tijd hierin is gegaan en hoeveel dedication hierin moet hebben gezeten om dit af te maken. Ik bedoel, het heeft geen zeilen, dus het gaat niet heel snel ergens naartoe. Maar kijk dan, het is toch prachtig om gewoon op de Merry's hoofd te zitten alsof je Luffy bent en door de hele server heen te kijken. Het is echt zo vet dat mensen dit hebben gebouwd. Mijn enige ding wat ik niet zo fijn vindt van deze beeld, is dat als ik er rondloop, het gewoon voelt alsof het gemaakt is voor reuzen. Maar je kan wel zien dat dit inderdaad gemaakt is voor gewoon normale mensen, weet je wel. En dan als wij hier zo lopen, dan is van oh, alles is twee keer zo groot dan hoe het in de anime hoort te zijn. Zo van, je hoort hier te kunnen lopen en over de reling te kunnen kijken. Dus dat is mijn enige complaint hierover. Maar voor de rest, echt super vet dat wij zo'n grote beeld gewoon hier op de server hebben. Dan hebben we natuurlijk ook een van mijn favoriete anime die representatie krijgt op deze server, namelijk Dragon Ball. Dit is Master Roshi's een huisje en dus dit is gemaakt door Nenkers en hij heeft hier gewoon heel dat huisje van Master Roshi heeft hij nagebouwd. Dus alles wat Master Roshi in zijn huis heeft, dat is hier gewoon. Zijn toilet hier zo. Hier ergens loopt volgens mij ook gewoon daadwerkelijk een schildpad rond. Net zoals de turtle. Ja, hier is die. Umigami. Die loopt hier gewoon ergens rond. Je hebt hier allemaal spulletjes. Je hebt zelfs hier beneden een tv. En wij hebben een plugin in de server. En dat vond ik heel erg grappig. Waarbij je gewoon daadwerkelijk op de bank kan zitten en gewoon tv kan gaan kijken. Dit is toch prachtig? Dit is toch wat je gewoon wil in het leven? Oh! Ik zit... Wacht. Ik zit op Tomai die op mijn kist zit. Doe eens rechter, wij stoppen mij linkers. Ja. Oké, iedereen, stek even op mij. Kunnen we dit gebruiken om de Ender Dragon neer te halen? Ja, kan niet. Deze Minecraft server staat momenteel open voor mensen in mijn Discord community chat. Dat is een leuke bonus voor mensen die echt een hecht deel van de community zijn geworden. Of mensen die een bepaald level zijn geworden in de server. Die dus de rang van community hebben. En daarmee dus ook in de Minecraft server kunnen komen. Dus zit je in mijn Discord server, linkje in de beschrijving. En zit je toevallig in de community chat. Dan kan ik je aanraden om rond te gaan kijken op deze Minecraft server. Om te kijken of je zelf ook wat leuke dingen erbij kan gaan bouwen. Deze server is echt constant actief. Mensen zijn de hele tijd bezig. Mensen zijn de hele tijd online. Pas geleden hebben we zelfs de Ender Dragon proberen neer te halen. En dat avontuur ging zo goed als je had verwacht. Ik ben hier. Sorry. Waar is je hier? Ja, sorry. Ik was even op het toilet dan. Yeah, boy! Hey, wat? Dat is mijn paard, boy. Yeah, boy! Nee, ik wist niet dat paarden konden zwemmen. Oh, dat kan die ook niet. Oh. Ze hebben het gevonden. Moeten wij niet naar ze toe gaan? Ja. Waar zijn we nu aan het gaan? Ik heb water gezet bij het gat. We moeten terug naar het gat. Waar ben je naartoe aan het gaan, denk ik? Nee, een ander gat. Hier is een ander gat. Ik zie iemand door het gat heen kijken. Ik zag iemand door het gat heen kijken. Ja, hier is het. Oh. Oké, boys. We gaan ervoor. Let's go! Het ziet er goed uit. Alleen Matt is toch de enige die de achievement nog krijgt. Yay! Oh, hij gaat landen. Oh, pak hem Nenkers, kom aan. Dit is je kans om iets te doen. Okay. Oh, we hebben hem! Wajo! Wajo, de draak is weer! Let's go! Wajo! Hey, zorg jongens, ik pak de Enderman. Oh, hij ging dood! Oh nee! Dat was wederom heel ongeluk. Dan als we deze mooie brug overheen gaan, dan komen we in onze eigen Spruce Forest. Want we hadden in de buurt geen Spruce Forest, dus iemand heeft gewoon de bomen meegenomen en hier neergezet. En iemand heeft hier gewoon een kampvuurtje neergezet. En een klein huisje. Dit is zo klein en schattig. Ah, dit is... Wat is dit? De Stick of God?
Zoveel leuke kleine grapjes die mensen hier hebben uitgehaald. Gewoon iemand heeft hier een huisje neergezet en gewoon een kampvuurtje waar je lekker kan chillen met een klein farmpje. Weet je, ik waardeer de gigantische builds heel erg. Alleen ik waardeer ook soms gewoon de kleine leuke knusse builds die mensen kunnen maken in Minecraft. Ik geniet daar altijd heel erg van. En het zit gewoon ergens daar verstopt. Zo van, als je hier langs loopt, dan zou je het niet origineel zien. Maar iemand heeft dus gewoon met een pad het hier zo gemaakt. Ik vind dat zo leuk. Als je dan hier verder komt door de forest heen en we gaan dan over deze andere mooie brug, dan komen we uiteindelijk bij onze zelfgemaakte village. Als het goed is, loopt hij ook ergens. Tenminste, ik zag hier eens een keertje een Iron Golem rondlopen. Er zit hier gewoon een turtle vast in een boot. Dat is zielig. Maar hier hebben we dus allemaal villages waar je mee kan traden. En ik moet zeggen, het is allemaal mooi recht gemaakt. Ieder village heeft zijn eigen huisje. Paden zijn allemaal heel net. Het is alsof we in Amerika zijn. Als we natuurlijk eventjes verder lopen, dan komen we in mijn favoriete gedeelte van de server. Onze eigen prachtige Jerrygrove biome. Dit was natuurlijk gewoon origineel in savanna. Dat kan je zien aan het gras. En mensen hebben gewoon dit volledig volgeplant. Met alleen maar Jerrygrove bomen. En ik hou zo erg veel van dat hout. Ik ben echt heel erg fan van deze nieuwe biome. Ik vind alleen jammer dat wij niet de blaadjes krijgen die op de vloer horen te liggen. Dus die moeten we misschien ook nog een keertje neer gaan leggen. Maar hier is ook een plan. En daarmee zijn we al een klein beetje begonnen. Om hier ook een klein beetje een soort van Japans geïnspireerd dorpje te gaan maken. Dus er zijn een heleboel projecten aan de gang momenteel in de server. Om te zorgen dat de server leven wordt geblazen met allemaal leuke kleine projectjes en met leuke kleine villages en weet ik het wat. Waardoor het toch een beetje voelt als een soort van uniek iets. Nou, als we dan even langs de Going Merry lopen en we gaan deze prachtige brug overheen. Dit is, wie dit ook heeft gemaakt, dit ziet er fantastisch uit. Zo, want dit is, dit laat zien dat ik beter moet worden in leren bouwen. Ik moet zoveel beter worden in leren bouwen, want dit ziet er, heb je de bruggen gezien uit mijn eigen Minecraft Let's Play? Dit is toch, dat is niks vergeleken met dit. In ieder geval, als je dit paadje langskomt, dan kom je bij wat waarschijnlijk de meest prachtige beeld is van de hele server. En dat is mijn huis. Ik heb aan de zijkanten van dit pad allemaal bomen staan van allemaal verschillende soorten, want dat ziet er leuk uit. En dan kom je hier bij mijn prachtige huis. Ik ben van plan om deze af te breken, want ik ben niet helemaal blij met hoe het eruit ziet. Het is gewoon, het voelt niet als een episch huis. Zo van, je verwacht met dit hele pad hier naartoe, met al deze bomen, van oh, je komt bij een echt episch huis, maar dan is het maar dit. Dus ik ben van plan om hier nog wat aan te doen. En dat kan je wel zien, aangezien gewoon niks is ingericht. Alles staat een beetje random. Dus het is niet alsof ik echt heel veel moeite heb gedaan aan de binnenkant van het huis. En dat, vergeleken met iets als de Going Merry, is best wel zonde. Dus ik moet zeker weten wat meer gaan doen aan dit huis. Maar één ding waar ik wel best wel trots op ben, is de farm voor mijn huis. Nee, mijn huis heeft een farm. En ik dacht, ik wil eens een keertje iets bijzonders maken voor een farm. Want normaal in mijn Minecraft Let's Play of in mijn Minecraft series doe ik gewoon een heel erg basic farm maken. En momenteel in mijn Minecraft Survival ben ik bezig om, om mijn farms een klein beetje te upgraden. Om ze ietsjes mooier te laten zijn. En ik dacht bij deze wereld, ik ga eens een keertje iets anders doen dan wat ik normaal doe. Dus ik heb een beetje dit patroon gemaakt. Waarbij je alle soorten farms hebt die je wilt. En het omcirkelt elkaar een klein beetje. Waarom staan er hier borden? Wat is dit? Was een goede cake, dankjewel, bitch. Als we dan eventjes mijn brug overgaan, en je kan wel zien dat dit mijn brug is, want vergelijk dat met dit is. Maar als je dan de brug overgaat en we gaan hier naar boven, dan komen we bij het huisje van Glitchy. Hij heeft zichzelf gewoon gemaakt. Hij heeft zichzelf T-posend gemaakt, waardoor hij eigenlijk zijn dominance assert over de hele server. Het is echt prachtig. Hij heeft zo'n mooi uitzicht van wat ziet hij allemaal. Ja, gewoon eigenlijk heel de hub en het mooie tempeltje. Wat wel jammer is dat hij helaas, het was zo zielig. Hij had een prachtig huisdiervogeltje genaamd Goodburp. Of Gooburp, weet ik het, bird, weet ik het wat. Die heeft iemand doodgemaakt. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wie. Maar er is een moord gepleegd op deze server. En die is dus nu hier begraven. En ik ga natuurlijk niks doen om dit graf open te maken. Want dat zou erg zielig zijn. Maar zo kan je hier de binnenkant zien. En het is prachtig. En oeh, er zit hier ook nog iets wat ik trouwens wil laten. Ik bedenk me nu pas. Iets wat ik wilde laten zien. Is dat Glitchy momenteel bezig is met een project. Waarbij die een gang maakt. En in elke gang, in elke 4x4 blokken, maakt hij iets
thematisch. Bijvoorbeeld hier heb je iets van de End, hier heb je dan weer iets van de Deep Dark. Dan heb je hier weer iets voor Redstone, dan heb je hier Farms en zo. En het is echt zo erg, het is echt zo erg leuk hoe dit is gedaan. En ik kan niet wachten om te zien hoe dit verder wordt uitgebreid, want hij is er nog steeds mee bezig en hij maakt de gang steeds langer en langer. Ik weet niet precies waar deze voor zijn, maar dat gaat Glitchy waarschijnlijk zelf uitzoeken. Dit vind ik zo. Hij heeft zijn nether portal gemaakt, alleen hij heeft niet het nether portal aangezet, dus hij heeft hem gewoon van glas gemaakt. Dat is best wel een leuke manier om een nether portal te doen. Dus ja, zoals je kan zien zijn er een heleboel dingen gebouwd in deze server. Ik probeer een mooi shot te hebben van een Elytra die vliegt, maar dat lukt mij niet. Er zijn een heleboel mooie dingen gebouwd in deze server en ik heb niet eens alles laten zien. Zo heeft iemand hier gewoon een onderwaterhuis gemaakt. Het is gewoon een huisje. Gewoon een standaard Minecraft huisje onder water. Het is echt prachtig. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat ik erg blij ben met hoe de The Mad Luigi Minecraft server is geworden. Ik vind het zo leuk dat mensen zo actief zijn geworden in de Discord server. Dat mensen lekker online aan het spelen zijn met elkaar. Dat mensen gewoon Minecraft komen spelen en hun eigen dingen aan het doen zijn. Of samen op avontuur gaan. Het is super leuk om te zien hoe de community zo actief wordt door iets als dit. Het geeft mij ook nog eens een reden om de inferieure versie van Minecraft te spelen, namelijk Minecraft Java editie. Maar hey, dat sacrifice wil ik prima leveren om mee te doen met deze leuke server. In ieder geval, op deze manier hebben we deze server mooi kunnen showcase en ik ben erg blij met wat hier allemaal is gebouwd. Ik hoop dat mensen doorgaan met bouwen en misschien kunnen we over enige periode terugkijken naar deze server en zien wat is er allemaal veranderd, wat hebben mensen erbij gemaakt en dat zou heel erg leuk zijn om te kunnen vergelijken. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer ze ook al leuk zijn. Zit je toevallig in de server? Laat me dan weten wat je allemaal aan het bouwen bent. Laat me weten waar je mee bezig bent. Ik wil erg graag van jullie weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!